Minister Albert Ramdin van Bibes heeft gisteren een ontmoeting gehad met de niet-residerende ambassadeur van Japan voor Suriname, Matsubara Yutaka. Dit gebeurde in de marge van de CARICOM-top in Port of Spain, Trinidad. Onderwerp van het gesprek was de aanstelling van een Surinaamse honorair consul in Tokio, Japan, waardoor de bilaterale relatie tussen beide landen verder verdiept moet worden. Japan vroeg ook ondersteuning van Suriname bij de behandeling van een verzoek voor zuivering van gecontamineerd water bij de internationale kernagentschap. Het ministerie van Openbare Werken heeft een evaluatie- en adviescommissie aanbestedingen EAAOW ingesteld voor evaluatie en beoordeling van inschrijvingsstukken bij aanbestedingen. De commissie heeft een jaar de tijd om ook aanbevelingen aan minister en directie te doen omtrent geconstateerde onvolkomenheden in de werkomschrijvingen en de aanbestedingsprocedure. Dit alles moet de kwaliteit van de bestekken verbeteren. Het dorp Matta heeft van het directoraat Duurzame Ontwikkeling in Heemsen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport een truliekamp gekregen. Dat zal dienen als markt. Het truliekamp biedt een waardevolle en duurzame dakbedekking voor de inheemsen die hiermee ook hun tradities willen behouden. De markt kwam tot stand nadat kleine ondernemers van het dorp vorig jaar tot 2 keer toe hun waar en verkoop hebben aangeboden en er een permanente activiteit van willen maken. Het directoraat werd benaderd en toegezegd is ondersteuning te geven aan kleine ondernemingen.